honderden Nederlandse boeren die met hun hele gezinnen naar Canada zullen vertrekken. Bovendien een 80 bruidjes die de reis zullen maken. Verder nog de vele familieleden die meegekomen zijn om afscheid te nemen. Dat alles veroorzaakt op de Wilhelmina-kade van de Holland-Amerika-lijn in Rotterdam een grote drukte. In de douaneloods hebben de beambten met zo'n gezelschap de handen vol. Als alle formaliteiten vervuld zijn, begint de eerste etappe. Met een klein bootje naar de Waterman. Een troepentransportschip van de Nederlandse regering waarmee de oversteek gemaakt zal worden. Het grote moment is aangebroken. De schroef maakt zijn eerste omwentelingen en langzaam glijdt de Waterman van de kade weg. Allen verdringen zich aan de reling om nog een laatste glimp van de achterblijvenden te kunnen opvangen. Over 10 dagen zullen ze in Canada zijn, waar ze zich een nieuwe toekomst hopen te bouwen.